Yes. Je hebt je kaart gekozen en dan kom je me tegen, toch? 1, 2 of 3. Alles goed met jullie? Hoe is het met jullie in deze week van realisatie? Dat is wat ik ervaar, wat ik om me heen hoor. Als ik het bespreek, kom ik tegen in mijn consult of in de sessies. Hoe zit het bij jou? Ja? Zon, nog steeds in de steenbok. Maan in de schorpioen. Aha, de combo heb ik hier opgeschreven. Het is aarde en water, hè? Dat is dan focus. Ja? Zaadje planten. Groeien. Dus dan heb je de verantwoordelijkheid van de steenbok. En de scherpe, scherpe intuïtie van de schorpioen. Samen ga je dingen echt wel realiseren. Morgen nog een dag. Maar weet je, energie blijft hangen. Dus je gaat dingen realiseren. Je gaat ontwikkelen, de mensen om je heen ontwikkelen en dan valt alles op zijn plek. Maar we moeten niet zo hard willen gaan. Weet je waarom? Mars in de stier. Ken je Ralph Smart? Slow. On this side. Ja, de stier is hier. We gaan lang, lang samen ontwikkelen. Er is wel een beweging. Er is wel een verschuiving. Maar gaat zo. Er zijn ontwikkelingen. Ja. Dus de stier gaat ons helpen met wat meer geduld. Goed. Er is langzame energie. De Mars in stier, volgens mij, check Amerika, want dat het een beetje met je kan doen. Hè? Want als je een confrontatie aangaat, dat is dan dat wat je op het nieuws zag. Ik adviseer je om niemand te overtuigen van dat wat jij gelooft. Blijf gewoon bij je standpunt. En langzaam ontwikkelt zich de rest, of iedereen om je heen, of jij moet dan ontwikkelen om de anderen heen. En dan valt alles op zijn plek. Aha. Ja, dus dat blijf geaard. Dat is de allerbelangrijkste nu, want het zijn zoveel emoties, zoveel gedachten, zoveel die allemaal eigenlijk langzaam gaan, maar die doen dit allemaal met jou. Want wij hebben haast, maar de stier zegt, slow down, denk aan je financiën voor de volgende stap. Maar gelukkig is Mercurius in de Aquarius. Ja. Ja, hè? Sowieso, dat is de waterman, hè? Die is dan de wetenschapper en die weet zoveel. Gelukkig is Mercurius daarin gegaan. Die helpt jou samen langzaam te ontwikkelen. Of de mensen om je heen waar je vragen over hebt. En die Mercurius in waterman zal je helpen om daar doorheen te vliegen. Want intellectueel energie komt dan vrij. Dat is dan van de waterman met de Mercurius samen. En die gaat je dan helpen om wat makkelijker te ontwikkelen. Of makkelijker naar de ontwikkeling van de anderen te kijken. Daar gaat het allemaal om. Ja, het zijn kleine verschuivingen, maar die doen grote, grote dingen. Check de dagkaart. Neem een draak. Kies een kleur. Dat kan ook van Chinezen. Dat kan ook uit Afrika. Dat kan ook de Europese draken. Zoek er een op. Ga erop zitten, ga eroverheen vliegen, zodat je dan kan over, hè, zodat je de kracht in jezelf mag ontmoeten waar ik al hè, elke week heb ik er wel over, maar vooral begin januari. Ga je kracht ontdekken. Want de meesten van ons zijn bang voor onze eigen kracht, maar het heeft niks met iemand anders te maken. Want als jij je eigen kracht ontdekt, dan moet je. Dan moet je wat, dan kun je niet meer blijven staan. En je krijgt geen smoesjes, je kan niks meer verzinnen. Dan moet je uit je comfortzone. Nou. Eerste week. Dan hebben we nog die drie koningen gisteren gehad. Die hebben dan drie dingen voor je gebracht. En dat merk je gelijk op vandaag deze week. Het zijn drie geschenken. Ja, je gaven worden dan scherper. Je gaat dat allemaal ontwikkelen. Neem de tijd en doe het. En let op met confrontaties. Ik blijf het zeggen. Je hoeft niemand te overtuigen. Doe maar niet. Blijf bij je standpunt. Haal hem vast zo. En dan valt alles op zijn plek. Maar het gaat wel langzaam. Dus geduld. Maar de stier brengt wel money. Money. Ik blijf het zeggen. Het brengt wel money. Dus ga gewoon meer op zoek. Die doekoe. Ga kijken wat jij kan doen nu deze tijd om mee te verzinnen. En om mij te kunnen geven. Yes. Vandaag heb ik de dieren uitgekozen. Want er zijn een paar dierenmanieren. Hè? Zodra ik een paar dierenmanieren zie. Hè? Want ik blijf het zeggen. Wij zijn de lelijkste zorgdieren op aarde. Dus dan denk ik. Ja, laten we even checken. Want het is het begin van december. Verwarring. Innerlijke conflicten. Maar ook een kracht. En misschien moet je dat allemaal even begrijpen. Maar het moet langzaam. Want vandaar de stier. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Nou, de onderste kaart. Money, kijk de stier is hier. De steenbok. De schorpioen, de waterman, they love the money too. Kijk eens, de moeder van Pentakels.
Deze mama, zij weet heel goed wat ze moet doen. Dus een mama, papa, maakt niet uit. Leider, je weet in ieder geval, ben jij een mama of een papa? Een daddy, een mami, dat heb je allemaal. Dat zijn we allemaal. Ze weet wat ze moet doen. In de tussentijd zorg je voor je gezin, voor het bedrijf. Maakt niet uit, waar we het aan. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar je moet leren loslaten en onthechten. Want anders word je zo needy. Word je zo, dan blijf je hangen, dan ga je zoeken, dan heb je iemand nodig. Dus je weet ondertussen wat je moet doen. Maar laat het gezin gewoon. Laat iedereen stromen, laat iedereen ontwikkelen op zijn tijd. Ja, dat vraag ik je gewoon. Dat is de onderste kaart, dat betekent voor heel de week is het geldig. Of tot je het hebt gedaan, dan gaat de energie bewegen. Langzaam, zo, net als wel smart. En dan kom je er wel, maar onthecht. Onthecht, want dan komt het juist loslaten. Dan komt het juist. Al maak je druk over je kinderen, want het is pentakels. Ze blijven zeggen geld, aardse dingen, aardse bezitten. Onthecht je. Blijf bij je standpunt. Geloof. Ontmoet je kracht. En tadaam. Goed. 1, 1, 1. Kijk eens. Heb ik hem omgekeerd? Nee, ik heb hem niet omgekeerd. Zo hoort hij ook gewoon. Kijk eens. Of dan noem ik hem zo. Nee, niet omgekeerd. Maar zo of zo zie je hem ook. Want het gaat erom dat je aan het weekend wegen bent en nadenken. De verandering gaat komen. De verandering gaat echt wel komen. Al ben je hier naartoe. Maar de verandering gaat pas komen als je die ene keus maakt. Want engelen en God luisteren pas wanneer je echt weet wat je wilt. Want vandaag wil je roze, morgen wil je blauw. En dan zegt die engelen of de rest. Maar wat wil je nou, zodat we kunnen helpen? En het is pentakel zoals je het ziet. En het gaat weer om de money. Zo gaat niet. Dan gaat het niet stromen. Dan gaat het niet stromen. Is het zo of is het zo? En is het dan zo? Blijf daar staan. Het gaat zich ontwikkelen. Alleen maar niet op de moment of hoe jij het wilt of hoe je het wilt dat het gaat. Je hebt er geen controle over. Maak alleen maar een keus en laat het zich uitvouwen. Kijk eens, kom eruit als een vlinder. Kijk, doe je vleugels open en vertrouw erop. Vertrouw er gewoon op. En ga fladderen. Ga fladderen met het zekerheid. Het is eigenlijk, ik blijf het altijd tegen mensen zeggen, geloof en spiritualiteit is de meeste zekere die ik draag, die ik heb bij me. Maar het is niet tastbaar of ik kan het ook niet bewijzen aan jullie. Ik kan het erover vertellen, maar dat wat ik voel is de meeste zekere iets dan ik heb. Meer dan mijn huis of noem maar op, alle bezitten. Die ik heb, echt waar. Dus ik hoop dat je dat mag ervaren of voelen of dat je dat kan meenemen. En dan stop je met het weekend wegen. Het komt goed hier op aarde, maar dan moet je wel keuzes maken die jou gelukkig maken. Maar weet, verandering zal altijd zo. Je kan niet vast. Vooral aardetekens. Hè? Laat het stromen. Ja? Laat het een nieuwe beweging maken. Dan komen er ook nieuwe mogelijkheden. Klinkt heel gek als ik het zeg, maar maak die keuze dat het openbaart. Zodat je het kan zien, zodat je de signalen mag ontvangen, zodat je de richting krijgt. Of dan moet je, hier moet je zijn. Je moet gaan loslaten. Nummers 1, je zit vast in het. En zolang je geen keuze maakt over 6 jaar, kan ik je nog tegenkomen, dan ben je jezelf. Wees die vlinder, ga fladderen. Laat het ontwikkelen, maar maak de keus. Dus misschien heel simpel, ik geef aan God. Laat het naar beneden komen. Dan heb je wel een keus gemaakt door op God te vertrouwen. Dat het goed komt. Misschien heb je dat nodig. En dan vernieuw je jezelf. In de liefde, ja. Leuk, niet leuk. Is dit alles? Is dit niet alles? Is er dan meer? Kan dat groter? Kan het kleiner? Kan het... Maak een keuze, sta erachter en het ontwikkelt zich. Maar constant je afvragen mag, maar in een andere vorm. Je vraagt je meer af, wanneer gaat mijn zaak of wanneer... Dat is wat anders dan bij mij. Wanneer gaat mijn zaak open? Wanneer breidt het zich uit? Wanneer, dat is het wat realistischer. Maar bepaalde dingen wat jij nodig hebt, dat trek jij aan. Het is jouw keus. Alles hier op aarde is een keus. En God, wanneer je het kan ontvangen, maar dat is nog steeds jouw keus, dan krijg je het. Dat allemaal is aanwezig. Het is alleen maar om het te pakken. Vooral hier op aarde. Je weet wel wat je wilt van de relatie, van de liefde, van de situatie of de vriendschap waar je... Je weet het wel.
Volg je je instinct of ben je nog onder steeds omdat iemand anders wat zegt, wat doet, wat anders laat zien? Dat is de test. En dan ga je weer weekend wegen, terwijl je het al wist, in de liefde. Don't. Laat de beweging langzaam gaan en blijf bij jezelf. Je hoeft niemand te overtuigen. Nogmaals. Nummers 1. Nummers 2. De superster. De star. Of je schijnt als de zon van die straaltjes in je ogen. Die twinkels van die mensen die altijd binnenkomen. Of je bent echt online een superster. Je doet iets leuks. Mensen kennen je. Je bent bekend. Ja, of je bent een waterman. Ja, ja. En ook. En superster ga ik weer maar noemen. Het gaat niet per se om, weet je wel, die acties per se die je onderneemt. Het gaat erom dat je die hoop, of dat je kan hopen, dat je dat kan vasthouden, want je bent het al. Je bent al een superster als je voor 2 hebt gekozen. Je bent al een sterretje daar. Zo, nu is het ergens met z'n allen, hè? 11-11 toen je dat zei. En het gaat niet per se om de acties of de situatie. Het gaat om het connecten met dat wat je hebt. Met het licht in jou. Dat. En dat geeft hoop. Dat inspireert. Dat manifesteert. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet alleen maar superster zijn. Begrijp je niet meer? Maar dat is wat ik doorkrijg. Je hoeft niet alleen maar zo te stralen. Dan denk je dat je alles al hebt gedaan. Omdat je een goed talent hebt. Omdat je... Nee, het is de hoop vasthouden ook. Het is niet gelijk. Het klinkt gek als ik het zag. Ik denk als je voor 2 hebt gekozen, dan begrijp je wat ik bedoel. Weet je, heb hoop. Laat hoop nooit los. Ik ben Philomena, ik ben de heilige van hoop. Hoop heeft me overal gebracht, zoals ik zeg, hoop, geloof en liefde. Ik ben de heilige die de anker vasthoudt, die dat verankert, die hoopt. En ik geef iedereen hoop. Daarom zeg ik ook, verwacht niks, maar ik hoop op alles. Alleen ik moest even weten dat mijn hoop geen verwachting werd. Gecorrigeerd in een paar weken. Als je dat ook nog tegenkomt, doe dat. Dan kun je echt connecten met de ster in jou of de ster die daar straalt. En dan kun je meer van uithalen. Dat zou je verlichten, dat zou je nog breder, nog groter laten schijnen. Superstar, je bent nu even niet geconnect met... Dat stukje in jou wat je altijd in heeft geïnspireerd of gehoopt. Zeg ik het nu goed? Ja, nou heb ik die energie. Je bent even... Lijkt alsof je even van dat hoop bent gaan uitgeplukt. Omdat je wat anders hebt gezien. En dan ga je weekend wegen. Want de kaarten zijn altijd te verhaal. Maar de kaarten zijn altijd 3 verhalen. Connect opnieuw. Zodat je nog steeds kan blijven stralen. Niet dat wat de ander doet of zegt. Nogmaals. Jij weet het. Je weet het. Daarom ben je ook de superster, toch? Daarom, dat heb je. Dat heb je al naar buiten gebracht. Prachtig. Shine. Ja, het zou je verlichten. In de liefde, ja, goede vooruitzicht hoor, is het in de liefde. Kan allemaal goed worden, maar hoop het. Niet de hoop opgeven omdat een situatie zo lelijk voordoet. Het is hetzelfde als dan wat je ziet in Amerika. Moeten we dan nu met z'n allen hoop opgeven? Omdat we dat zagen, dat het nooit meer goed komt? Misschien dat geeft een beweging. Ziet er niet leuk uit. Maar dat breekt heel veel op. En dat geeft ook veel meer hoop. Kijk, want mensen staan op. Mensen laten hun mening horen. Daarom ben ik zo trots op de jeugd. In onze... Kom op. Onze generatie, wij waren nog een beetje de generatie van moeder, van mijn oma nog meer. Maar de jongeren van tegenwoordig, of de baby's die worden geboren, dat zijn geen baby's, dat zijn goden. Ik hoop daarop en ik hoop dat jij dat ook kan vasthouden. Blijf hoopvol, ondanks alles wat je ziet. En straal, because you're the superstar, you're the superstar. Ja, gunstig in de toekomst, in de liefde, al ben je vrijgezel. Misschien krijg je wel zo'n superster met twinkels in zijn ogen. Of haar oogjes. 3. Weer money. Kijk eens, we zitten echt in de aarde. Dus aarde. Kijk eens, de aas van pentakels. In het midden, zie je daar zo, is eigenlijk een zaadje die is geplant in de boom. Eigenlijk wel, ja. Want we hebben water en aarde vandaag. Hij is daar geplant. Ja. Maar... Je moet eerst aarde om het te kunnen zien of om het te planten. Of je moet het planten, want God heeft iets voor jou.
Want als je dit ziet, dan is het een cadeau van God. Dan krijg je het van God. Over het staat toch vast, slot, omdat het komt naar je toe. Aardse, financiën, money nog een keer willen zitten in een stier. Aha, aha, aha. Het is allemaal onderweg. Dus misschien kan je ook zo zijn dat je een huisje kan kopen of een auto, dat geld gaat komen. Want ik voel meer geld door de stier, door de stier, door de stier. En bezit door de stier. Klinkt heel goed. En structuur. En vastigheid. Het is allemaal de stier. Sorry, die krijg ik allemaal door. En het gaat allemaal komen. Maar je moet aarde om te kunnen ontvangen. Of om het te kunnen vasthouden. Of om te kunnen de zaadje te planten. De concentratie. Die focus. Ja, en verantwoordelijk. En weet je wel dat je dan ook daarop blijft. Hoe moet ik het uitleggen? Ik zie het. Niet loslaten. Niet, weet je wel wat ik al zei? Ja en nee. Want dat gebeurt het waar je het ergens weet. Terwijl je weet ook dat het onderweg is, want daardoor gaat het je een superstar maken. Maar de twijfels, en dat is dan de ego. De ego, een nieuwe aarde. Al 100.000 keer gezien. Eigenlijk moet Eckhart Tolle maar komen en zoenen ergens hier in Rotterdam. Van, je hebt zo vaak over een nieuwe aarde gehad, dat je maar zo eentje moet geven. Iedereen, kom op. Lees hem om het beter te begrijpen. Want de ego, soms denk je echt. Een van jouw demonen, de ego. Dat wat je echt nodig hebt, moet je dus dat allemaal. Het is net een ui, toch? Om het te kunnen ontvangen wat God voor jou in petto heeft. Dat grote huis, dat wat je nodig hebt. Dat wat jou gelukkig maakt. Ja, je zit gewoon. Eigenlijk is dit een fase waar we vandaag zo'n beetje in zitten. We komen net 2:21, krijg ik zo'n beetje door. En de fase die er nu is, is dit wat valt dan in een kaart en dat wat je hebt uitgekozen. Maar blijf hoopvol. God heeft een hogere plan voor ons. Maar we moeten hem laten zien wat we nodig hebben, zodat het aan ons kan geven. Ja. Oké, en dan nog voor de liefde voor K3. Sorry hoor, ik zit. Die energieën deze weken gaan alle kanten op. Is omdat iedereen ook zo is. En dan vang ik dat op en dan probeer ik het te vertalen voor ons en voor jezelf en voor mij en voor de wereld. Dus als ik een beetje zo overkom, probeer me te vasthouden. Ja, I'm sorry, it's the channeling. Ik merk dat het steeds harder wordt door die update en groei. Oké, in de liefde, dat wilde ik jou zeggen. In de liefde moeten we nog meenemen. Wat krijg ik? Wat voel ik erbij? Je komt iemand tegen of een nieuwe relatie. Maar dan komt God dat voor je brengen. Want dat is al een paar keer gevallen in deze weken. En als je een relatie hebt, wordt je relatie nog leuker. Dat wat is dan gebeurd, is gewoon om even te laten zien aan elkaar waar we aan gewerkt moeten. Weet je waar we aan moeten werken? Dat stukje karakter of ego of pijn, verdriet, het verleden, het oplossen. Is mooi. Als je dan in de relatie zit, het wordt alleen maar beter. Zie je de vooruitzichten en hoopvol. Kijk eens, je hoeft alleen maar de keus te maken. Je hoeft alleen maar de keus te maken. Het zijn prachtige kaarten. Maar we moeten wel wat gaan doen. En wanneer we dat doen, moeten we geduldig zijn dat het zich langzaam ontwikkelt. Maar de cadeau is dat het in de ontwikkeling is. Houd het vast. Believe God. Of word wakker als een believer. En dan zal het allemaal wel meevallen. Al die emoties, die zullen dan allemaal omvallen. Dat zijn, ik blijf zeggen, emoties zijn signalen om wat te doen. Ja, onthecht je, want daar gaat het om. Terwijl je voor de familie zorgt, moet je de rest even laten. Want iedereen heeft zijn eigen tijd, eigen pad. En anders maken we elkaar gek. Control, hoor ik, want het is aarde hier. Scorpioen is ook eentje. Voel je intuïtie. Wees verantwoordelijk. Realisatie is hier. Komt constant naar beneden, want daarom ben ik ook zo. Constant komt er iets binnen. Constant komt er iets binnen. Werk ermee. Vlieg over je draak. En omarm jezelf. Omarm vooral de kracht in jou. En laat de dieren manieren. Echt voor de dieren in de wildernis. En bij de dierentuin en alles. Be human. Ja, en heel lief voor jezelf en voor de anderen. Dikke doei doei. Dan zie ik jullie maandag. De sterrenbeelden zijn onderweg. Hè? Het is niet makkelijk te doen. De energie elke keer schakelen. Gaat men vermoeid maken. Maar ze zijn onderweg. Ze zijn onderweg. Nou, fijn weekend nog. En maak er wat van. Yes.
Slow on this side. Oké, okay? Vergeet er al smart niet. Oké, okay. Dikke doei. Tot volgende week.